Dit is Bo. Geen nieuws op de hele uren, maar we gaan 2 uur lang ons bezighouden met de Bo eindejaarsquiz. Ik geef het woord aan de presentatoren. De presentatoren van vanavond. Geef ze een warme applaus aan Anouk Krachtwijk en Peter Vente. Dank u wel. Het jaar zit er alweer bijna op. De kerstdagen achter de rug. Mooie tijd om even stil te staan bij het afgelopen jaar hier in de Bollenstreek. Iedere dag zijn de BO-vrijwilligers en medewerkers op pad. Dat zijn er meer dan 100 om voor u het nieuws te brengen, de sport en allerlei andere informatie te vergaren. Er is een aantal hiervan in de zaal en samen met andere mensen uit de streek die BO een warm hart toedragen. Ja, goedenavond dames en heren bij u thuis en natuurlijk ook hier in de zaal. Welkom bij de eerste eindejaarsquiz van Bo. Wat gaan we doen? We hebben zo dadelijk diverse vragen in verschillende categorieën. De categorieën zijn nieuws, sport en Bo. De vragen worden getoond met 3 mogelijke antwoorden. Het zijn dus multiple choice vragen. En op het antwoordformulier omcirkelt u A, B of C. Het is dus niet zo ontzettend moeilijk allemaal. Je moet gewoon het goede antwoord invullen. En dat is allemaal heel makkelijk vanavond. Ja, nou, we hebben er toch wel een paar lastige tussen zitten, hoor, Anouk. Dus het zal niet meevallen. Maar de mensen thuis kunnen ook meedoen. U kunt dat het beste doen door een e-mail te openen op uw computer. Daar in het onderwerp alvast te schrijven uw naam, woonplaats en telefoonnummer. En in het bericht alleen maar de cijfertjes van de vragen met daarachter een A, B of C. Net wat het goede antwoord is. Na afloop van alle vragen, dan krijgt u van ons het e-mailadres waar u de mail naartoe kunt sturen. Natuurlijk zijn er ook spelregels, simpele spelregels. Hiervoor in de zaal even opletten, jullie mogen niet hardop praten. Dat raad ik aan thuis ook te doen. Niet hard te praten, wordt een ontzettende gezellige avond. En daarnaast, iedereen doet individueel mee. Want dan kan je individueel meedingen met prijzen. En er zijn verschillende prijzen uit te delen. Er zijn 3 prijzen voor de mensen in de zaal. Er zijn 3 prijzen ook voor de mensen die thuis meespelen. Ja, en Anouk, er zijn ook nog 3 prijzen apart voor de BO-medewerkers. Want het zou kunnen zijn dat die net even iets makkelijker aan het antwoord kunnen komen. Ja, daar zijn we strenger voor. Ja, dus daar zijn we wel veel strenger voor. Onder de goede inzendingen worden in ieder geval worden de prijzen verdeeld. En er wordt ook gejureerd. En dat wordt gedaan door onze hoofdredacteur Art Zandbergen hemzelf. En uiteraard is het gebruik van elektronische hulpmiddelen verboden. U moet het puur doen op uw eigen geheugen. Ja, en als we dat zien, dan zullen we heel streng zijn in de zaal. Ja, 2016. We kunnen ieder jaar natuurlijk wel zeggen dat het een turbulent jaar is geweest. Maar 2016 was echt heel turbulent met de vluchtelingenstroom. Maar ook die ook in de streek zijn weerslag had. Maar ook met Brexit en enkele grote artiesten die ons zijn ontvallen. David Bowie, Prince, George Michael, maar ook recent in de streek Barbara Straathof. Ja, weet je wat we trouwens doen als er een grote artiest overlijdt bij Bo? Dat zou ik moeten weten, ja. Nou, dan starten we altijd, zodra dat bekend wordt, ieder heel uur met een nummer van die artiest. En zo, dat had eigenlijk wel een vraag kunnen zijn voor vanavond. Ja. Had een leuke vraag geweest. Nee, dat had ik hem niet geweten. Ik ben bang dat ik wel meerdere vragen helaas niet weet. Maar het gaat hier niet om mij, het gaat om hoe jullie antwoorden. En ik zou zeggen, laten we maar starten met de eerste ronde. De eerste ronde is actualiteit. Hou het formulier en de pen bij de hand en de mensen thuis de e-mail. En vergeet niet de nummer van de vraag en daarachter direct de letter van het juiste antwoord te zetten. Dus we gaan A, beginnen. B of C. De muziek is in ieder geval spannend. Zo is heel het. Goed. Zoals Anouk al aangaf, de eerste categorie is nieuws. In januari wordt een man tijdens een wandeling in Noordwijk neergeschoten. Waar gebeurde dat? Was dat A, Koningin Astrid Boulevard? B, de Koningin Wilhelmina Boulevard?
Of was dat in de Maxima-steeg? Ja, volgende vraag. Een lokale politica uit Lisse krijgt landelijk binnen haar partij de kans om sport en bewegen op de kaart te zetten. Wie is deze politica? Is dat A, Jacqueline van Doren? Is dat B, Jeannette van der Laan? Of C, Erika Prins? Dan vraag 3. Bij de ingang van het dorp Voorhout stond dit jaar nog een boerderij. Maar ondanks protesten sloopte de provincie de boerderij vanwege de aanleg van een turbo-rotonde. Onder welke naam stond deze boerderij bekend? Was dat A, boerderij van Velzen, B, boerderij Herenstraat of C, boerderij Oostdam? Ik zie hier mensen druk overleggen, maar niets noteren. Ik ben heel benieuwd wat hier uitgekomen. Ja, vraag 4 alweer. In Hillegom volgt Jeroen Verheijen Ivo ten Hagen op als wethouder namens de VVD. Waarom stapte ten Hagen op? A. Hij was te positief over de Duinpolderweg. B. Hij wilde graag fuseren met Noordwijkerhout en Noordwijk. Of C. Hij had te veel geld uitgegeven. Het gaat niet om privézaken. Vraag 5. De KAVB, de Bond voor de Bloemensector, kwam begin van het jaar met een prijs voor innovatie en duurzaamheid. De prijs werd vernoemd naar een overleden voorvechter voor duurzaamheid in de streek. Wat was de naam van die voorvechter? A. Martien Zandwijk, B. Theo van Haasteren of C. Piet van der Zon? Vraag 6. Kinderen van vluchtelingen woonachtig in de Bollestreek kregen lange tijd onderwijs in Leiden. Daar werd het te druk en de Bollestreek moest op zoek naar een eigen oplossing. Waar werd die gevonden? A. Bij Teilingen College, locatie Leeuwenhorst. B. Bij het Fioretti in Hillegom. Of C. Bij een school op het terrein van Vliegveld Valkenburg. Vraag 7. Lisse, Hillegom en Teilingen zijn dit jaar bezig geweest met een fusie die op 1 januari van het nieuwe jaar klaar moet zijn. Wat fuseren de drie gemeenten? A. De gebouwen. B. De gemeenteraden. Of C. De ambtenaren. Teilingen heeft sinds dit jaar een ondernemersfonds. Toch strijdt een deel van de ondernemers nog steeds tegen dit fonds. Ze willen er geen extra belasting voor betalen. Hoe heet de stichting die deze ondernemers hebben opgericht? A. VOT. B. TOV. C. Ondernemersfonds. Nee. Vraag 9. In Noordwijk kwam een langlopende discussie over een bouwaanvraag van de Hotels van Oranje eindelijk tot een einde. De plannen worden op dit moment uitgewerkt om zo tot realisatie te komen van een groter hotel en nieuwe appartementengebouwen. Welk ander gebouw was bepalend voor de hoogte van de nieuwe gebouwen? Was dat A. Huis ter Duin, B. het naastgelegen complex Heemborg,
of C, de vuurtoren? Nou, dit schijnt een makkie te zijn. Makkie! Gaan we gewoon naar vraag 10. Ja, vraag 10. Ik heb nog steeds te horen. In Noordwijkerhout was een sportcomplex De Boekhorst onderwerp van discussie. Bij dit plan werd het slopen van de Schelft en het zwembad ook een mogelijkheid. Er was zelfs een protestoptocht met spandoeken. Waar richtte het protest zich op? Was dat A, protest tegen sloop, Schelft en zwembad? B, protest tegen aanleggen van een nieuwe rondweg rond De Boekhorst? Of C, protest tegen weghalen hoofdveld waar VVSB veel succes had? Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek. Mocht u het zijn vergeten, u kijkt nog altijd en luistert naar de eindejaarsquiz. We gaan over naar vraag 11. De publieke tribune blijft bij politieke vergaderingen in Lisse meestal leeg. Dit jaar was het opeens afgeladen vol vanwege dansschool Welkom. Wat was het probleem? A. De dansschool wilde stoppen vanwege de hoge huur die de gemeente rekende. B. De dansschool moest wijken voor nieuwbouw tegenover het gemeentehuis. Of C, de dansschool wilde stoppen vanwege de vele eisen voor een vergunning. De spannendste vraag wat mij betreft. Uit de kleus van Hotel Huis ter Duin in Noordwijk werden sieraden en juwelen gestolen. Wie deed dat? Dit lijkt wel een beetje een Cluedo-spel. Ja, dit. Precies. Ja, maar zeg het nou niet te veel voor. Ik hou mijn mond. Is dat A, de butler? Is dat B, de serveerster? Of is dat C, de afwasser? Volgens mij werd dat spel behoorlijk vaak gespeeld daar. Blauw van draad in de hal. Ja. Vraag 13. Noordwijkerhout had vorig jaar een eigen uitvoering van De Passie. Met lokale bekenden. Dit jaar draaide het verhaal over de Tweede Wereldoorlog met gebeurtenissen die ook echt hebben plaatsgevonden. Waar werd Passie 2 opgevoerd? Was dat, zoals gebruikelijk, bijna alles in Noordwijkerhout in de tuin van de Witte Kerk? Was dat in een bollenveld of C, op het BAVO-terrein? Gaf jij nou een stiekem aanwijzing of was dat het niet? Probeerde je mensen een beetje om de tuin te leiden? Vraag 14. Vraag over de winter. De Warmondse IJsclub wil uitbreiden. Ze krijgen steun van de gemeenteraad van Teylingen. Wat wil de club? A. Een overdekte ijsbaan. B. Een skielerbaan. Of C. Een discotheek? Vraag 15. Lisse had bijna een asielzoekerscentrum gehad in een leeg bedrijfspand. De eigenaar had het pand aangeboden aan de COA. De gemeenteraad ging ermee akkoord, maar uiteindelijk was het niet nodig. Hoe werd dat lege bedrijfspand genoemd? Was dat A, het pand van Zwets en Zeidlinger? B, een van de hobohallen of C, het gebouw De Witte Zwaan? In Hillegom onderging de hoftuin voor het gemeentehuis een metamorfose. De tuin werd in juni officieel heropend. Hoe gebeurde dat? A,
een rood lint werd doorgeknipt. Heel speciaal. B, een gedenkplaat werd onthuld. Of C, een herinneringsboom werd geplant. Ik geloof dat we een beetje moeten gaan optreden in die zaal. Want ik hoor ze helemaal niet zachtjes praten. In de zaal wordt in ieder geval wel goed meegespeeld. Deze vraag was blijkbaar makkelijk voor sommigen. Dus we gaan maar snel over naar de volgende. Vraag 17. In Hillegom, daar kwam dit jaar aflevering 2 van een literair journalistiek magazine. Nummer 1 daarvan kwam in 2012 uit. Wat is de naam van dit magazine? A. De Hangkous Forever. B. Hotel Flora. Of C. Hillegom, toen en nu. Ja. Hillegom, toen en nu zou echt een slechte naam zijn voor een literaire prijs. Ja, dus niet echt heel poëtisch. Nee, maar ja, wie weet. Maar ja, je weet niet hoe creatief ze zijn. Hè? Nee. Nee, dat is waar. Vraag 18. Noordwijk was in de zomer gastheer voor het wereldkampioenschap lifesaving. Reddingsbrigades uit de gehele wereld namen het tegen elkaar op. In Noordwijk waren alle wedstrijden in zee en op het strand. In welke stad vonden de wedstrijden van het WK lifesaving in het zwembad plaats? Was dat A in Eindhoven? Was dat B in Amsterdam of C in Leiden? Waar komen nou echt alle bekende zwemmers vandaan? Vraag 19. Het jaarlijkse muziekfeest in Hillegom was weer een doorslaand succes, ook in 2016. Wie van de volgende artiesten trad niet op? Was dat A, Frans Duits? B. Danny de Munk. Erg druk met tegenwoordigse musical natuurlijk. Ja, Siska Draad. En C. Was dat misschien Will Slats? Ik zie mensen kijken, wie is dat? Dan gaan we nu naar de laatste vraag van het nieuwsblok. Vraag 20. De Noordwijkerhoutse politiek sprak na 10 jaar over een onderwerp dat nogal gevoelig ligt. Namelijk de tuin rond de Witte Kerk en het muurtje dat daar omheen staat. Waar zijn ze het in ieder geval over eens? A. De tuin wordt bestraat, muurtje blijft bestaan. B. Tuin blijft hetzelfde grootte, maar dat muurtje dat mag weg. C. Muurtje wordt ook wit geschilderd, net als de kerk. Nou, voordat we doorgaan met de volgende categorie, maar eens even peilen hoe het gaat. Nou, dat hoeft helemaal niet, want je bent nog helemaal in kerststemming, hè, Peter? Ja, ik heb last van een kerstsfeer, hè? Nou, ik vind het wel. Ik heb het zalf voor gekregen. Ja, maar ik vind het ook wel fijn dat je dat doet, want anders zouden mensen thuis denken dat je kaal moet zijn en Peter moet heten, wil je bij de omroep wat doen. Toch, Peter? Ja. Dus, nou, dat is gelukkig niet zo. Maar hoe gaat het, Peter, met de quiz tot nu toe? Nou, ik denk dat ik ze allemaal wel goed heb. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik heb even bij mijn buren gekeken, nou, dat gaat helemaal niet goed. Maar ik gooi hoog ogen. Denk ik, ja, en Mary, kom er ook eens bij staan, want je zit natuurlijk weer dicht in de buurt van Peter. Ben je er nou een beetje verkeerd aan het voorzeggen, net als dat je je radioshow had te doen? Ja, inderdaad. Ik zeg, dat moet zeker. Zet ik aan. Jij vertrouwt hem toch niet te veel, hè? Even de mond snoeren, want hij is weer druk, hè? Hij is weer druk. Neem hem maar weer mee, Mary. Ja, doe ik wel. Kom. Gaat het bij jou ook een beetje goed? Ja, wij weten alles. Oh, hartstikke goed. Nou, we zijn hoog gespannen. Dus ik hoop dat jullie net zoveel succes hebben in de volgende ronde. Ja, we gaan door naar de sport. Hele andere categorie. Misschien dat de mannen hier wat beter mee.
horen, weet ik niet. Ik wil niet helemaal niet emancipatieel zijn, maar... Vraag 21. Op 3 februari speelde VVSB een kwartfinale wedstrijd tegen FC Den Bosch. Als iemand dat is ontgaan, dan heb je onder een steen gelegen. Ja, dat denk ik ook. Wat was de uitslag? Was dat A, 1-1, winst voor VVSB na strafschop? 2-3, een doelpunt op naam van Parami? Of C, 1-2, door een eigen doelpunt van de keeper? Ik zie een aantal sportverslaggevers, die mag er toch geen enkel probleem voor zijn, hè, denk ik. VV Noordwijk dan, vraag 22. Die wist zich in de na-competitie niet te plaatsen voor een plek in de derde divisie. Door welke vereniging werden de Noordwijkers uitgeschakeld? Was dat A, ASWH, B, Odin 59... of C, Harkemase Boys? Ik hoor hier mensen gewoon vragen door de zaal schellen, maar dat is natuurlijk niet handig. Je moet je eigen kansen goed inschatten. Is dat voetbal? Ja, dat is voetbal, ja. Dat was nog voetbal. Maar we gaan nu naar iets heel anders. Mooie vraag. Ja. Vraag 23. Uit Noordwijkerhout komt de enige scheidsrechter die tijdens de Paralympics in Brazilië in actie kwam. Hoe heette deze rolstoelbasketbalscheidsrechters? Dit is wel voor de echte deskundige, hoor. Is dat A, Jella Verbeek? Is dat B, Monique van der Lans? Of is dat C, Saskia Warmerdam? Ja, het zijn eigenlijk weggevertjes, hè? Maar ja, goed. We gaan naar de volgende vraag. Vraag 24. Na een succesvolle periode stond begin dit jaar de SV Hillegom door het vertrek van trainer Bas Naber voor een uitdaging. Wie is zijn opvolger geworden? Is dat A, Arend-Jan Kranenburg, B, René Ras of C, Ruben Beentjes? Dit is Bo. De omroep van de Bollenstreek. Vraag 25, een vraag van de internationale allure, want die hebben we ook in de regio. De listenaar, Sebastian Langeveld, moest vroegtijdig de Tour, en dat is dan de Tour de France natuurlijk, verlaten. Maar waarom was dat? A, te late binnenkomst, B, ontbijt was niet zo goed gevallen, of C, een valpartij waarbij nog een groot aantal renners niet meer door konden rijden. We gaan naar Voorhout. De dames van handbalvereniging Voorholte die doen het dit seizoen heel erg goed. In welke divisie van de landelijke competitie spelen ze? Is dat A, de eredivisie, B, de eerste divisie, net daaronder, of nog lager, C, de tweede divisie? Vraag 26. Top korfbalvereniging 27. Vraag 27. Top korfbalvereniging is al jaren erg succesvol. Ook dit jaar werden ze landskampioen. Waar werd de wedstrijd om het kampioenschap gespeeld? Is dat A in Ahoy? Het zijn net sterren dan. Is dat B in de Korf? Of is dat C in de Ziggo Dome? Jij speelt vals, hoor ik iemand zeggen. Wie speelt er vals? Oh, iedereen. Ik zie iedereen zijn vinger opsteken.
Nou, ik hoop dat de mensen thuis het in ieder geval ook nog goed kunnen volgen en ook goed mee kunnen spelen met alle vragen en natuurlijk niet vals spelen. Dat kunnen we thuis ook allemaal controleren. Ja, we hebben de techniek daarvoor niks tegenwoordig. Precies. Ja, dus Big Brother is watching you. Vraag 28. VV Noordwijk had een keepersprobleem in de wedstrijd tegen Jodan Boys. Van der Sar bracht redding. Wat werd de uitslag van die wedstrijd? A. Sar hield uiteraard de nul. Profkeeper, kan niet anders. Noordwijk won met 1-0. Of B. Van der Sar werd gepasseerd en Jodan Boys won met 0-1. Of C. Beide keepers waren even goed en werden maar eenmaal gepasseerd. De uitslag was 1-1. Stond hij nou in het doel zoals hier op die foto staat? Nee, ja, niet want zo'n dit hele goede is. Ja, maar toen had hij even niks te doen. Toen had hij even niks te doen. We zijn bijna door de sportvraag heen. Nog twee vragen. Nummer 29. De Hillegomse zwemmer Mark Evers won brons, zilver en een gouden medaille tijdens de Paralympics in Brazilië. Waarom de Paralympics? Is dat A vanwege een visuele handicap? Is dat B vanwege een lichamelijke handicap? Of is dat C vanwege een verstandelijke beperking? Dan gaan we naar vraag 30, de laatste vraag in de categorie sport. Nederlands kampioenschap voetgolf is gewonnen door een Noordwijker die al eerder ook het eerste Europese kampioenschap wist te winnen. Wat is de naam van deze winnaar? A. Bjorn Bulk. B. Daniel Smit. Of C. Jim Kuipers. Tot zover deze categorie sport. We gaan zo dadelijk over naar muziek en de omroep. Ja, maar ik sta eerst nog even naast Pepijn. Die doet mee met de quiz. En ze hebben ook nog... je hebt wat toeschouwers meegenomen. Nee, heel Radio Nice van de vrijdagavond zit daar gewoon op de derde rij. Ja. En heb je al één vraag goed beantwoord? Ja, ik denk dat ik er één wel heb. En welke is dat? De eerste. Daar was ik redelijk zeker over, maar nu eigenlijk ook niet meer. Maar je durft natuurlijk niet te zeggen wat het antwoord is, want dan gaat iedereen dat nog net even bekrassen. Nee, ja. Maar ik zie sowieso al de hele tijd handsignalen en er wordt van alles gedaan hier in Noordwijk. Het is een hechte community. Maar jij woont in Noordwijk? Ik woonachtig in, ja. En hoe is het dan om vragen te krijgen over Lisse of over Teiling, Hillegom? Moeilijk. Dan realiseer je opeens dat je eigenlijk vrij weinig buiten je eigen cirkel komt. Dat je alleen in Noordwijk zo'n beetje woont. Toch wel. Ja. De keren dat ik in Lisse kom, ben ik blij dat ik weer terug ben. Jouw wereld is Noordwijk. Op het moment wel, ja zeker. Ja. Krijg je een beetje hulp van de mensen om je heen? 100%. Ja. Dat is altijd mooi aan Noordwijk. Dan moet je nee zeggen. Nee. Ja, natuurlijk zijn wij heel competitief ingeschakeld en doen we dit allemaal puur individueel. Ik ga zo meteen op de gang weer zitten. Goed, ja. En is een sport, vond je dat nog wel te doen? Of heb je liever de andere? Ja, nee, dat is toch niet mijn... ik had meer muziekvragen verwacht, inderdaad. Maar, Noordwijkse muziek? Onder andere de Noordwijkse muziek, daar zitten wij wel in. Welke vraag zou je nou heel graag willen hebben? Wie is er vanavond nog overleden? weet jij meer dan mij? Ja, 100%. Ja, zeker. Het was iemand uit Star Wars, wat nu in de muziek te zien is, is er nu niet meer. Een hele bekende regionale actrice, ja. Internationaal. Ik weet zeker dat ze wel eens in Nederland is geweest. Maar Lea Organa, Mrs. Carrie Fisher, is er niet meer. Ja, ik heb het gelezen inderdaad. Hey, Pepijn?
Ik wens je nog heel veel succes. Ja, dankjewel. Ik denk dat je het nodig hebt. 100%. Ja, en wie weet dat ik je straks mag feliciteren. Ik ga voor de bitterbal. Ja. Ja, 100%. Dankjewel. Een prettige avond. Goed, zoals gezegd, de laatste rubriek. Muziek en omroep. Iedereen weer klaar voor de laatste 10 vragen van de quiz. Singer-songwriter Okke Punt uit Lisse presenteerde dit jaar zijn debuutalbum. Waar deed hij dit? Was dat A, in de Keukenhof, B, Theater Floralis of C, het Huis Dever? Vraag 32. Op 6 juli was Bo gestart met het uitzenden van een serie over 150 jaar badplaats. Hierin was een geschiedenisserie opgenomen. Door wie is die serie gemaakt? Is dat door A. Koen Marijt en Aaron Goris? Is dat B. Koen Flink en Anton Kors? Of C. John Marijt en Aaron Winter? Ik zie dat Pepijn inmiddels aan de bar staat. Die heeft het helemaal opgegeven. Nee, die doet het toch gewoon op afstand. Ja. 33. De Voorhoutse zangeres Laura Beekman. Die heeft het afgelopen jaar haar tweede single uitgebracht. En wat is de titel van deze song? A. Hartenstrijd. B. Doe mij maar een bakootje. Of C. Zoete witte wijn. Het gaat om haar tweede single. De nieuwe het nieuwe radioprogramma De Platenkast op Bo wordt gepresenteerd door A. Michiel Hekkens, B. Sjaak van den Berg of C. Jury van de Geest. Nee, er wordt niks voor gezegd. Ik zie hier mensen een beetje gissen naar antwoorden. Ja, de mensen zijn allemaal naar Sjaak aan het kijken. Ja. Heel hoopvol, maar Sjaak, dat is gewoon stories zijn, zeg. Ja, pokerface was Sjaak. Ja. Vraag 35. Met welke uitgever kwam dit jaar een samenwerking tot stand tussen Bo en de uitgever? Was dat A, TMG? B, Verhagen of C. Noordwijker Courant. Ja, vraag 36. Ik ben heel benieuwd hoe deze vraag tot stand is gekomen. Heb jij zitten turven of zo? Ja, dat doe ik elk jaar. Ja. En dat doe ik voor de top 30 die we aan het einde van het jaar weer uitzenden. Oh, wat goed. Ja. Nou, de vraag 36 is, welk nummer was afgelopen jaar het meest te beluisteren op Bo? Is dat A, First Aid Kit van Silver Lining? Is dat B, Enrique Iglesias met een titel die ik niet ga uitspreken, want mijn Spaans is niet zo goed? Of C, Megan Trainor met Lips Are Moving? Ja, dan moet ik het proberen? Oké. Duele el corazón. Corazón. Zevenendertig. Maarten van Stijn en Lara Vreeling maakten begin dit jaar een sfeerimpressie op televisie. Welke sfeerimpressie brachten zij? Was dat A, carnaval in Noordwijkerhout? B,
Noordwijkerhout wenst VVSB succes in de halve finale van de KNVB-beker. Of C, boomfeestdag in het kader van 150 jaar badplaats. De achtergrond van de foto verraadt net niet helemaal waar ze zijn. Ja, goed uitgesneden. Ja. Vraag 38. De Bollestreek omroep is voor de gehele Bollestreek. Vanaf welke datum heeft de omroep uitzendrechten voor Hillegom, Teylingen en Lisse verkregen? Is dat A, 1 september 2013? Is dat B, 1 september 2014? Of is dat C, 1 september 2016? De ene laatste vraag van de eindejaarsquiz van Bo. Het stuur van de Bollestreek brengt zeer regelmatig politieke achtergronden en interviews op televisie. Wie heeft er het afgelopen jaar niet meegewerkt aan één van die uitzendingen? Is dat A, Anton Kors, B, Walter Sonius of C, Sem Sarmar? Bij iedere aftiteling van dit programma wordt het verraden. Maar ja, wie kijkt er nog zo lang naar? Ja. Ja, de allerlaatste vraag. Over iemand die nu heel vaak weer op de radio is en veel aandacht krijgt omdat hij de Top 2000 presenteert. Radio-DJ Gerard Ekdom presenteerde zijn tweede boek, Hidden Treasures in Noordwijk. Door wie werd hij voor Bo geïnterviewd? Is dat A, Han Kuiper? Is dat B, Keen Slobbe? Of is dat C, Wilma Gudmundsson? We zitten hier in de zaal. Ze mogen niets voorzeggen. Ik zie Wilma twijfelen. Dit was de quiz, de eindejaarsquiz. Ja, en ik sta hier bij de prijs hoor, aan Hoek, om even een blik te werpen wat er allemaal wel niet te verdienen is met die eindejaarsquiz. Hier gaat het natuurlijk eigenlijk allemaal om, hè? Ja, wie wil dat niet op de schoorsteenmantel? Dit is de grote beker van, voor de winnaar van de oudejaarsquiz 2016. Dus ja, daar wordt om gestreden. Zullen we de vragen maar eens door gaan nemen? Ja, ja? Ik denk dat mensen zo zenuwachtig zijn. Ik denk dat we maar moeten beginnen. Ik zie het. Spanning, ja, wiebelende vingers, ja. Goed, dan gaan we de vragen doornemen. Welkom terug in ieder geval ook thuis bij de Bo eindejaarsquiz. We hebben de vragenronde gehad. We gaan nu de antwoorden bekijken. En dan kan iedereen alvast een beetje meedoen om te zien of die goed gescoord heeft. De jury is inmiddels begonnen met het doornemen van alle antwoorden. En notaris alle, natuurlijk, en alle uiteraard e-mails, aanwezig. Tuurlijk. En hij was aan het ploeteren, dat heb ik in ieder geval wel gezien. Goed, we beginnen met vraag 1. Dat was in de nieuwscategorie. In januari wordt een man tijdens een wandeling in Noordwijk neergeschoten. Waar gebeurde dat? Nou, de Maxima Steeg is vast een hele mooie steeg, maar ik ken hem niet in Noordwijk. Het was even schrikken. Wildwest op de Koningin Astrid Boulevard. A is het goede antwoord. Ja, handen in de lucht. Bij degene die het goed hebben. We gaan naar vraag 2. Een lokale politica uit Lisse krijgt landelijke bekendheid over sport en bewegen. En wat is het antwoord op die vraag? Dat is B. Jeanette van der Laan. Jacqueline van Doren is ook D66-raadslid in Lisse. Erika Prins, die bestaat niet. Tenminste, niet dat wij weten.
Er staat overigens wel een Erik Prins. Dat is een D66-raad. Ja, je weet het dus niet, hè? Het kan best in het weekend dat er dan een Erika van wordt gemaakt, maar dat weet ik. Ja, gaat dat zo snel, denk je? Ja, dat weet ik niet. Nou, misschien alleen in het weekend. Of dat er een Erika Prins wordt gemaakt tijdens de nachtelijke uren. Dat kan ook natuurlijk. Bij de ingang van het dorp Voorhout stond begin dit jaar en nog lange tijd een boerderij. Die is gesloopt voor de rotonde. Nou, de boerderij staat weliswaar aan de Herenstraat. Maar dat was niet de naam. Het is antwoord C, Oostdam. Dat is het juiste antwoord. Die mensen teleurgesteld zijn of boos naar een buurman kijken. Zo van, je hebt het verkeerd voorgezegd. Had je het gewoon maar alleen moeten doen? Vraag 4, antwoord van vraag 4. Een nieuwe wethouder. Waarom stapte de oude wethouder op in Hillegom? En dat was A. De wethouder liet zich in de krant te positief uit over de Duinpolderweg. Dan vraag 5, de KAVB. Wat was de naam van de overleden voorvechter voor duurzaamheid? Dat was Martien Zandwijk, antwoord A. Vraag nummer 6. De kinderen, de vluchtelingkinderen die onderwijs moeten genieten. Dat gebeurde in Leiden. Dat ging niet meer, moest naar een andere gemeente. En dat was niet binnen de gemeente van ons uitzendinggebied, niet binnen de Bollestreek. Maar in Valkenburg, daar is nu de internationale schakelklas. Dus dat is antwoord... Oh, je bent al... Nee, C. Ja, C. Dan vraag 7. De fusie tussen Lisse, Hillegom en Teilingen. Nou, gebouwen kun je heel lastig fuseren. Gemeenteraden, het lijkt me nog een stap te ver. De ambtenaren, die worden gefuseerd op 1 januari. Dus antwoord C. Nou begrijp ik dat er in de zaal heel veel enthousiasme ontstaat. Vooral bij mensen die denken, ik ben lekker bezig. Toch de vraag om iets het geluid te dempen. Anders kan ik straks mijn buurman niet eens meer verstaan. Vraag nummer 8. Teilingen heeft een ondernemersfonds. Maar er zijn mensen tegen. Hoe heet die stichting? En dat is VOT. Ah. Heb je het fout, Wilma? Ja, dat staat voor de Vrije Ondernemers Teilingen. Wist ik. Dan 9. Een langlopende discussie over een bouwaanvraag van de hotels van Oranje in Noordwijk. Ja, dat was natuurlijk de vuurtoren, hè? Antwoord C. Ja. Het nieuwe gebouw naast de vuurtoren mag in ieder geval niet hoger zijn dan de vuurtoren zelf. Nou, dat lijkt me ook terecht. Ja, dat is toch wel heel bepalend voor Noordwijk. Ja. Vraag nummer 10. Het sporthallencomplex De Boekhorst. Even kijken hoor. Waar richt het protest... Oh, kijk eens. Paniek. Wordt automatisch uitgeschakeld. Ik weet niet of mensen dit zien. Nou, ik denk in de zaal wel, maar op televisie niet. Er staat hier dat de televisie wordt uitgeschakeld als we niet actief genoeg gaan zijn binnen 40 seconden. 39, 38, 37. En nu probeert Peter hals over kop. Ja, hij is weg. Heel goed. Bedankt publiek voor de waarschuwing. Vraag 10. Waar richtte het protest zich op? Dat was tegen de sloop van de Schelft en het zwembad. Ik heb begrepen dat het voor jou heel goed nieuws is, ja, Peter. Ja, zeker, want daar ben ik regelmatig te vinden. Elke ochtend om 6:30? Nee, dat niet. 's avonds laat. Ja. Goed, maar ik mag er nog even blijven, gelukkig. Vraag 11. De publieke tribune in Lisse, meestal leeg... Maar nu was die een keertje goed gevuld. Wat was het probleem nou precies? Nou, dat was antwoord A. Een andere dansschool die kreeg een lagere huur. En dat werd uiteindelijk opgelost door de dansschool Welkom ook een lagere huur te geven.
Ja, burgerparticipatie. Het was niet voor niks blijkbaar. Nee, het helpt. Nee. Ja. Vraag 12. Oh ja, dit is de Cluedo-vraag. Uit de kluis van Hotel Ter Duin in Noordwijk werden sieraden en juwelen gestolen. Ja, who did it? Dat was inderdaad de vraag. Ik denk dat iedereen dit heeft gelezen. Het was de butler. Die heeft het natuurlijk altijd gedaan. Hij kreeg juwelen in bruikleen voor in de kluis. En die verkocht hij. Ja, hij wisselde de stenen, ja, begreep precies. Ik. Ja. Vraag voor 13. Stenen op het pad. Noordwijkerhout had vorig jaar een eigen uitvoering van de Passie. En deze keer was het de Passie 2. Waar werd die opgevoerd? Nou, dat spektakel was natuurlijk allemaal te zien op het BAVO-terrein. En er werden zelfs oude auto's bij ingezet om dat nog extra luister bij te staan. Dat was echt een heel spektakel daar. Ja. 14. De Warmondse IJsclub. Die wilde uitbreiden. Maar wat wilde de club eigenlijk? Ja, het goede antwoord is B, een skielerbaan. En ze zijn nu bezig om het laatste geld bij elkaar te krijgen. Misschien dat ze ook nog wel een discotheek willen. Dat zou kunnen, maar dat hebben ze nog niet gevraagd in ieder geval. Warmond hebben ze al genoeg geluidsoverlast, weet ik uit ervaring. Ja. Maar toch niet van discotheken? Nee, van vliegtuigen en zo, ja. Laten we daar maar niet aan beginnen, want dan zijn we overmorgen nog niet klaar. Het asielzoekerscentrum. De asielzoekersstroom was zeker begin 2016 natuurlijk enorm. Nou, dat speelde ook in onze regio. Er waren plannen om van het COA een asielzoekerscentrum te vestigen in het oude gebouw van Zwets en Zeitlinger. A is het juiste antwoord. Vraag 16. In Hillegom onderging de Hoftuin een metamorfose. En hoe gebeurde die hoe gebeurde eigenlijk de officiële opening van die metamorfose? Een rood lint werd doorgeknipt. Ja, nee, dat misschien gebeurde dat eigenlijk wel, maar dat was zo saai. B. Een gedenkplaat werd onthuld. In de tuin zijn meerdere platen die naar de historie verwijzen. Vraag 17 dan. In Hillegom kwam dit jaar aflevering 2 van een literair journalistiek magazine uit. Ja, wat was de naam van dit magazine? Nou, ik vond dit een lastige vraag. Het goede antwoord is B, Hotel Flora. Is het toch niet zo erg als Hillegom toen en nu? Nee, met allemaal verhalen van lokale schrijvers. Ja, leuk. Dus ook van Frank van der Linden heb ik begrepen. Dat zijn toch wel grote namen. Vraag 18. En Paul de Vlieger. Ja, Leidse Dagblad staat er ook bij. Vraag 18. In welke stad vonden de wedstrijden van het WK Lifesaving in het zwembad plaats? Dat is in het Pieter van der Hoogen bad zwembad, waar ook alle top zwemmers trainen. Dan 19. Het jaarlijkse muziekfeest in Hillegom. Dat is natuurlijk elk jaar een succes. En zo ook dit jaar. Maar wie trad er niet op? Nou, dat was Wil Slats, want dat is een wereldberoemde Noordwijkse zanger. Maar wel alleen in Noordwijk. Vanaf nu is die wereldberoemd, ja. Ik bedoel, als je wordt genoemd in de eindjaarsquiz van Bo... Dan heb je het wel bereikt. Dan heb je wel wat bereikt. Vraag 20. De tuin rondom de Witte Kerk, waar zijn ze het in ieder geval over eens? En dat, het lijkt wel een beetje een soap, want het muurtje is echt regelmatig onderwerp van discussie. Hij mag weg en de tuin behoudt dezelfde grootte. Ja, dus een schok gaat er door de zaal. Het is jammer dat u dat niet kunt zien. Ja, nee. Antwoord B is dus het goede antwoord. Nooit meer zitten op dat muurtje. Ja, mensen kijken. Goed, dan gaan we naar de volgende categorie, de categorie sport. Wat was ook alweer die uitslag van die belangrijke wedstrijd voor VVSB op 3 februari? Weet u het nog? Ja, het was natuurlijk Parami die dat doelpunt maakte en daarmee onsterfelijk werd.
Zeker ook na het interview wat hij na de wedstrijd nog kreeg. Wat zei hij ook weer? Nou, dat hij de volgende dag gewoon weer stage moest lopen bij het bedrijf waar hij toen liep. Legendarisch. En daar was het ook erg druk geworden de dag daarna. Ja. Antwoord B was goed. 2-3 is het geworden. Ja, en voor dit seizoen kwamen ze helaas niet veel verder dan de laatste 16. Maar ook dat is al een hele prestatie. Vraag 22. VV Noordwijk wist zich in de nacompetitie niet te plaatsen. En door welke vereniging werden ze uitgeschakeld? Dat is antwoord A, AS. WH. Noordwijk speelde maar liefst 3 keer vrij snel achter elkaar tegen ASWH. 2 winst, maar toen het er echt om ging in de nacompetitie, toen verloren ze. Ja, ze stonden overigens wel 14 punten voor op ASWH. Maar visten alsnog achter het net. Dat is wel heel zuur. Dan een vrij moeilijke vraag, vond ik zelf. Ja, en die andere waren niet moeilijk. Nou ja, ik hou dat nog wel bij, maar deze, dan moest je het echt wel weten. Maar de achternaam verraadt veel. Want uit Noordwijkerhout, de enige scheidsrechter die tijdens de Paralympics in Brazilië in actie kwam. Ja, ja, Saskia Warmerdam is natuurlijk het goede antwoord. Zij was al eerder ook in actie gekomen en dat was in Londen in 2012. En Jella Verbeek, die is bekend van het fluiten van de Ukke bij MSV. Van de Ukke? Ja, en Monique van der Lans heeft wel eens de Voorwodians uit Voorhout gefloten, maar dat is basketbal. Basketbal. Vraag 24. Een succesvolle periode waarin SV Hillegom. SV Hillegom deed het goed. En daarna was het vertrek van Bas Naber. Wie is zijn opvolger? En dat is Arend Jan Kranenburg. Dat was al een goede bekende binnen SV Hillegom. Hij trainde altijd het tweede elftal. En was als assistenttrainer betrokken bij de selectie. René Ras is trainer van Van Ispen. En Ruben Beentjes is speler. En mag de ballen in het doel van de tegenstander trappen. Zoals Zeker. Dat hier goed op mijn briefje staat. En het is ook bekend geworden vlak voor kerst dat René Ras ook blijft. Hè? Nog even bij Van Ispen. Dan de listenaar Sebastian Langeveld. Die moest de Tour de France verlaten. Maar waarom ook alweer? Nou, dat was omdat toch zijn ontbijt niet goed was gevallen. Antwoord B. Hij fietste niet bij Jumbo. Nee. En het was niet de eerste keer dat Langeveld vroegtijdig met de Tour moest stoppen. In 2015 viel hij af omdat hij betrokken was bij een valpartij. Zonde. Zuur. Voorholte doet het dit seizoen erg goed. In welke divisie van de landelijke competitie spelen ze? De dames komen uit in de eerste divisie. Ze zijn daarin erg succesvol. Met heel weinig verliespartijen. Dus wie weet waar dat gaat eindigen. En ook voor de beker hebben ze begin dit jaar heel lang meegestreden. Ja, dat klopt. En misschien dat er volgend jaar wel een vraag is dat ze in de eredivisie spelen als ze zo doorgaan. Ja. Hebben de mensen die nu meedoen, hebben dan al een stukje voor. Ja. Vraag 27 dan. Top korfbal. Ja, die zijn regelmatig te vinden om de eindstrijd. Dat werd altijd in Ahoy gedaan. Maar dit jaar was voor het eerst in de Ziggo Dome. Gejuich alsof ze hebben gewonnen gaat hier door de zaal. Normaal is de korf de thuisbasis in Sassenheim. Daar worden trouwens in januari nog wel de Europese kampioenschappen korfbal gespeeld in Teilingen. Altijd spannend. Dat is zeker spannend. En een mooi evenement zo aan het begin van het jaar in onze streek. Overigens werd PKC verslagen in de Ziggo Dome door Top. Het werd 22-24. Het was een gekkenhuis. Mijn vader was daar. Het was een gekkenhuis. Ja, het is echt wel heel speciaal dat zo'n club uit Bollestreek dat voor elkaar krijgt. Vraag 28, ik wil dan weg toe. VV Noordwijk had een keepersprobleem, dus toen dacht Van der Sar, nou, ik spring er gewoon in. Heeft dat wel veel nut gehad? Nou, Van der Sar moest in de tweede helft een goal incasseren. Het duurde tot bijna de laatste minuut toen Jaap van Duin gelijk kon maken. Daardoor bleef toch een blamage bespaard. Dus dan is het antwoord C. Ja.
29 dan. Mark Evers. Hij won brons, zilver en gouden medaille. Was gisteren nog op televisie in een heel programma rondom de Paralympics. Dus ook deze vraag had je kunnen weten. Waarom de Paralympics? Nou, vanwege een verstandelijke beperking. Hij heeft een combinatie van autisme. En volgens zijn eigen zeggen heeft hij van zijn handicap een kracht gemaakt. Want door zijn autisme kan hij heel goed focussen op zijn gestelde doelen. Dus antwoord C. Vraag 30. Het NK voetgolf is gewonnen door een Noordwijker. Hij wist al eerder een Europese kampioenschap te winnen. Wat is zijn naam? Bjorn Bolk won de finale van Jim Kuipers. Dus dat is A. Daniel Smit, ook een Noordwijker, die werd vierde. Dan muziek en omroep. De laatste 10 vragen van de eindejaarsquiz 2016. Okkenpunt presenteerde dit jaar zijn debuutalbum. Waar deed hij dat? In het Huis Dever. Het was in september, dus voor de Keukenhof was hij een beetje laat. En het album heet overigens heel gemakkelijk Okkenpunt. Ja. Hopelijk zijn zijn nummers wat creatiever dan zijn titel van zijn cd. Vraag 32. De uitzending van 150 jaar Badplaats. Door wie is die serie gemaakt? En die serie is gemaakt door Koen Marijt en Aaron Goris. Er staan hier hele mooie namen tussen. Bijvoorbeeld Koen Flink is een bekende acteur van Oppassen. Die leeft toch niet meer? Nee. Nee. Dan wordt het al lastig om de serie te maken. En John Marijt en Aaron Winter kennen we van zaken met een bal. Het goede antwoord, Paul, voor jou nog één keertje, was dus Koen Marijt en Aaron Goris. Antwoord ja, A. Wel blijven opletten. Ja. Die laatste kwamen jou vast ook heel bekend voor. Maar dat was John Marijt, ooit voetballer bij VV Noordwijk. En Aaron Winter, ja, wie kent die niet? Nou, misschien de jongere generatie kent Aaron Winter nee? niet meer. Nee, nou, dat was een Ajaxiet. Nee, ja. Ik vind mezelf wel wat ouder. Goed, de voorhoudse zangeres Laura Beekman. Het ging om de tweede single. Haar debuutsingle was Tot Snel. De tweede heet Zoete Witte Wijn. Zeggen zij aan. Was een beetje een instinker. Ja, hij werd net gedraaid, ja. Hè? Door Sjaak. En... ja. Ik spreek mijn eigen oma. Oké, okay, hoor hem even. En ben de meute al lang ontlopen. Laat ze maar op manieren letten. Ik heb de broek uit en zij is... ja, Hartenstrijd is haar tweede single die ze in 2016 heeft uitgebracht. Maar dus eigenlijk haar derde plaatje. Die is speciaal gemaakt samen met Nick Simon voor de gelijknamige Nederlandse comedy-serie. Ik vind het een leuk liedje. Ja. Vraag 34. De platenkast op Bo. Door wie wordt het gepresenteerd? Door Juri van der Geest. Ja. En Michiel Hekkens draait ook veel vanaf vinyl, maar dan in de Banjo-show. En Sjaak van den Berg heeft een hele grote platenkast, maar dan op mp3 in zijn computer. Ja. Ja. En daar doet hij nog niet eens zoveel mee. Het meeste draait hij gewoon bij Bo. Met welke uitgever kwam dit jaar een samenwerking tot stand bij Bo? Nou, dat was een lastige vraag. De Telegraaf Media Groep, nou... Die laat nog even op zich wachten, die samenwerking. Daar zijn we hard mee bezig. Ik werk voor Haarlems Dagblad, dus dat is ook een beetje een samenwerking. Ja, dat is ook bij TMG, toch? Ja. Ja. Dus wie weet kan dat nog komen. Ja. Nee, het goede antwoord was Verhagen. En Bo heeft daar iedere week ook een eigen column in de krant. Vraag 36. Welk nummer was afgelopen jaar het meest te beluisteren op Bo? Dat is een beetje onze eigen top 2000-achtige vraag. Dat kunnen we niet weten, Wilma?
Nou, dat kan je wel weten als je veel naar Bo luistert. Want dan heb je deze absoluut voorbij horen komen. Moet ik vaker luisteren? Oh, kijk, daar is het antwoord. Ja. Solo en tu boca. Nee, dat is niet hoor. Ja, dat is Enrique Iglesias, Duel El Carazón. Oh ja, ik lees verkeerd. A mí no me importa. Wie stelt dat eigenlijk samen? Ben jij dat, ja? Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas. Nou, ik kan het wel uitleggen hoor, want First Aid Kid, die was uit 2015. Ja, dat verklaart een hoop. En dat liep nog wel door het eerste kwartaal 2016, maar ja, daarna was het echt over. En hoe sta je dan in de badkamer met Enrique Iglesias op de achtergrond uit je band te gaan? Uiteraard natuurlijk wel met de non-stop van Bo aan op de achtergrond. Heel goed. Ja. Nooit uit je rol. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dat dan toch voor me, zo'n gezicht, ja, dat jij... Nou, ook eindejaarsdag, dan hebben we nog de Bo Top 30. Die wordt dan live uitgezonden. Dus dan hoor je de lijst nog eens even helemaal voorbij komen. Ja, leuk. Op eindejaarsdag, oudejaarsdag. '37 dan. Maarten van Stijn en Lara Vreeling, twee stagiaires het afgelopen jaar bij Bo, die veel hebben gedaan voor de omroep, in ieder geval veel op pad zijn gegaan. Welke sfeerimpressie brachten zij samen? Nou, dat was antwoord A. Carnaval in Noordwijkerhout. De Noordwijkerhouters zelf vormden namelijk de hoofdrol voor het uitzwaaien en het op een goed resultaat wensen van Noordwijkerhout, de club VVSB. En de boomfeestdag, dat was zonder Maarten van Stijn, maar daar was Anton Koors bij. Bijna aan het einde, nog drie vragen. We heten nu Bo. Voorheen was het Nens, was het alleen Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk. Op een gegeven moment kwamen er meer gemeentes bij. Wanneer was dat? Dat was al in september 2013. Dat is alweer 3 jaar geleden. Dat we nieuws uit alle gemeentes brengen. Tijd vliegt, when you're having fun. Dan 39, het stuur van de Bollenstreek. Nou, daar wordt door een aantal medewerkers heel hard aan gewerkt. Maar niet aan Sam Samar, want die is cameraman bij de sport. Dus die zie je heel vaak in de aftiteling bij de sport. Maar Anton en Walter, die zijn altijd druk met de techniek achter het stuur van de Bollenstreek. Laatste vraag. Zijn er mensen die tot nu toe alles al goed hebben? Ja. Heel betrouwbaar. Vraag 40. Ja, wie interviewde Gerard Ekdom? En dat is antwoord B. Hij is de jongste vrijwilliger bij Bo. En hij interviewde hem voor zijn programma Entertainment. Dit programma voor de jongste luisteraar is iedere vrijdag vanaf 6:00 in de avond te horen. En op oudejaarsavond telt hij ook af op de radio tot 12:00. En dan zijn de mooiste 75 hits non-stop te horen. Goed, yes. Dat waren alle antwoorden. Er zaten vast een paar lastige vragen tussen, maar ook een paar inkoppertjes. Dus ik hoop dat het allemaal nog gegaan is. Hopelijk heeft iedereen het een beetje goed gemaakt. Maar bovenal leuk gevonden om op deze wijze even stil te staan bij 2016. Applausje voor jou. Dan gaan we over tot het uitreiken van de prijzen. Ik zie al Art, onze hoofdredacteur, zie ik al seinen. Ik zie mensen al weggaan die denken, ik ga toch niet winnen. Maar misschien anderen die op het puntje van de stoel zitten. We hebben overleg gehad met Art Zandbergen. Die... Op hoog niveau. Ja, zeker. Dat is altijd met Art. Laten we even vooropstellen dat hij het hele jaar achter de schermen een hele belangrijke rol binnen de omroep vervult.
Zonder hem zouden we eigenlijk niet veel verder komen dan plaatjes draaien met een paar oude krassen mannen en vrouwen. En ook vanavond is zijn rol hier achter de schermen weer belangrijk natuurlijk als juryvoorzitter. Ja, misschien kunnen we even heel hard... Graag een applausje voor Art Sandberg. Ja. Goed, we zijn bijna zover dat we de winnaar bekend gaan maken van de BO Eindejaarsquiz 2016. We hebben daarin verschillende categorieën. Want het is misschien voor een BO-medewerker net even iets makkelijker om hoog te scoren dan voor iemand anders. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog voor de mensen die thuis hebben meegespeeld een prijs. Maar nou wil het geval dat we in de zaal twee mensen hebben die gelijk zijn geëindigd. En die wil ik graag eventjes naar voren hebben. Dat zijn Tini van der Zwan en Paul Jochems. Komt u erbij? U mag dus ons in. Ik heb u, in het begin heb ik u gezien en toen dacht ik, nou, hij schrijft helemaal niks op. Maar dat was dus dat was om uw concurrenten een beetje voor de gek te houden. Ja, en jou kennelijk ook een beetje. Ja, dat is goed gelukt. Ja. Ja. Jij hebt de vraag, Peter. Ja, we zijn hierop voorbereid en we hebben dus een extra vraag. Maar dat is een vraag waarbij het erom gaat wie het dichtst bij het correcte antwoord zit. En de vraag is... De beker. Hoeveel mensen wonen er in de Bollestreek volgens Wikipedia dit jaar? En je mag het even gaan opschrijven op je eigen formulier. Als het goed is, ligt hier een pen. Okay, hebben we één pen? Tini. Niet afkijken. Ja, nee, sorry, dan heb je al verloren. Nee. Hoeveel inwoners snel antwoorden, want de kijkers kijken naar jullie rug en neer. Wikipedia. Dus dat is niet de allerbeste shot. Ja. Goed, nou laat maar eens kijken, Tini. Hoeveel had jij? Al heel bescheiden geweest, denk ik, maar ik heb werkelijk geen idee. Hoeveel heb je? 50.000. 50.000. En Paul? Ik heb 120.000. Nou, dan zit jij er akelig dichtbij. Het zijn 121.802 om precies te zijn. Dus Paul Jochems, winnaar van de BO-quiz. Dit er hoort een prijs bij natuurlijk. Dit is de Omroep van de Bollestreek. Dit is BO. Paul, alsjeblieft. Jij bent de winnaar van de beker. En er zit ook nog een hele mooie Parkerpen bij. Is de wisseltrofee eigenlijk? Gefeliciteerd. Ik hoop het niet. Nou, daar gaan we wel vanuit, maar er staat 2016 op, dus je mag hem een heel jaar houden. Ja. Tini, voor jou hebben we natuurlijk ook iets. Tweede geworden. Kijk eens, een DVD-pakket en een bon van de slager. Alsjeblieft. Mag ik nog heel even wat vragen? Heb jij nou stiekem gestudeerd van tevoren, dat je toch nog al die nieuwsberichten langs bent gegaan? Nee, dat niet, maar ik heb heel vaak heel goed gegokt. Ja. Nou, Wikipedia heb je gewoon net even van tevoren nog opgezocht. Nou, en ik ben natuurlijk ook een beetje van de sport. En sportmensen die hebben over het algemeen heel veel triviale kennis. Dus, Dat blijkt, ja. Ik kan niet weer spreken. En als derde geëindigd in de zaal van de BO-medewerkers, Herman Meivogel. Jullie hadden 8 fout trouwens. Of 7 fout. Herman had 8 fout. Dus daarmee goed voor een derde plek. Alsjeblieft, iets lekkers voor bij de bakker. En van het onderdak, jij mag naar Erwin Nijhoff, Kings of Rock and Roll. Het moet zo zijn, Herman. Ja, precies. Hey, gefeliciteerd. En de kijkers willen ook heel graag even zien hoe jij eruit ziet. Ja. En dan mag ik je die kant een beetje op dirigeren, want dan komen de anderen. Ja. Dan gaan we nu over naar de prijswinnaars van de niet-medewerkers. Hanny moet ik hebben. Ja. Oh, je had 2 Hannies. Nou, volgens mij komt de goede naar voren. Ja. Ik kijk even naar de jury, maar de goede Hanny komt naar voren. Gefeliciteerd. Je had... Omdraaien, naar de camera. De derde prijs met 16 fout. Maar wel goed voor... 2 kaarten van een voorstelling van René van Meurs. Dus veel plezier ermee. Is wel leuk.
Dan gaan we nu naar de nummer 2. F van Houtegem. Goeiedag. Gefeliciteerd. Een DVD-pakket voor u. Veel succes en bedankt voor het meespelen. En de winnaar van de niet-medewerkers, Peter van der Peil. Gefeliciteerd. Alsjeblieft, een flesje wijn. En er komt ook nog een kilo zalm bij. Maar die hebben we in de koelkast bewaard. Want anders zou die weglopen gedurende de uitzending. Dat vonden we niet zo'n goed idee. Gefeliciteerd. Ik doe even een stapje naar voren. Want we hebben natuurlijk niet alleen in de zaal gespeeld. Ook op internet hebben mensen meegedaan. En dan begin ik bij degene die derde is geworden. Die komt uit Noordwijk. En die heet Kees van den Berg. Die had 15 fout. Nou, en Kees, we hebben voor jou een flesje wijn. Komt jouw kant op. De tweede plek uit Noordwijkerhout is Leonor Evers met 14 fout. En voor Leonor hebben we de bon van de bakker en van de slager. Bon van de bakker. En de eerste... Altijd lekker na de kerst. Ja, ja. Je nog niet goed vol genoeg zit. degene die heeft gewonnen op internet, dat is iemand uit Lisse, Saskia Vink. En die had 13 fouten. En wat krijgt die? Een fles wijn met ook weer die lekkere kilo zalm. Ja. Oh. Nou, dan zitten we er een beetje doorheen, hè? Zeker. We hopen dat u ervan genoten heeft. Dit was de eindejaarsquiz van Bo. Ik wil graag iedereen bedanken die hieraan mee heeft geholpen. Een live uitzending maak je niet zomaar. Daar komt heel veel bij kijken. Dus iedereen bedankt die daar zijn bijdrage aan heeft gedaan. Natuurlijk ook bedankt voor het kijken, luisteren en natuurlijk meespelen. Ja, we wensen u natuurlijk... nog een heel erg goed oud en nieuw en een gezond en plezierig 2017. En we hopen u natuurlijk weer te treffen op de radio waar al deze mooie mensen radio maken. En op televisie, want daar zijn we ook. Bedankt. Should I care when all